Een nieuw decretaal kader maakt het mogelijk voor scholen voor het gewoon basisonderwijs om een tweetalige afdeling Nederlands-Vlaamse gebarentaal op te richten. Wat moet u daaronder verstaan, onder zo'n taalafdeling Nederlands-Vlaamse gebarentaal? Wel, het is een aparte afdeling of een apart structuuronderdeel in het gewoon basisonderwijs, waar leerlingen zowel les krijgen in het Nederlands als in de Vlaamse gebarentaal. Minstens een deel van de lessen wordt dus gegeven in die Vlaamse gebarentaal. Hoe de lessen georganiseerd worden, die keuze is vrij aan de scholen. Er kan bijvoorbeeld gewerkt worden met co-teaching, met deeltijds aparte klassen. Daar geldt de autonomie van de school. Weet wel dat de tweetalige afdeling altijd bestaat naast de reguliere, eentalige, Nederlandstalige afdeling in het gewoon basisonderwijs. Met deze nieuwe regelgeving wil de regelgever de gebruikers van de Vlaamse gebarentaal voor het eerst een volwaardige plaats geven in het gewoon basisonderwijs. Het zorgt voor rechtszekerheid, zowel voor de leerlingen als de scholen die aan die leerlingen tegemoet willen komen. En het zal ook de inclusie van de leerlingen ten goede komen. Om de oprichting van de tweetalige afdeling Nederlands-Vlaamse gebarentaal mogelijk te maken, waren heel wat aanpassingen nodig, specifiek voor die tweetalige afdeling. Denk bijvoorbeeld aan de inschrijvingsregels, ook op vlak van eindtermen, programmatie- en rationalisatienormen, ga zo maar verder. Ik ga daar niet verder op in detail. Je kan deze steeds nalezen in de omzendbrief. Heeft uw school interesse in het oprichten van een tweetalige afdeling Nederlands-Vlaamse gebarentaal? Ga daar dan zeker in te raden. Onze collega, de contactpersoon op de omzendbrief, is ook steeds bereid om verder met uw school te bekijken wat de implicaties zijn van het oprichten van een taalafdeling Nederlands-Vlaamse gebarentaal. Maar weet vooral dat het indienen van het dossier steeds kan tot 30 november van het schooljaar voorafgaand aan het schooljaar waarop de afdeling van start gaat. Wilt u dus starten in schooljaar 2025-2026, dan kan uw school nog een dossier indienen tot en met 30 november 2024. Agodi Academie. Verbindt en versterkt.